Dag Erik, er is mij gevraagd u een kort filmpje te bezorgen in deze rare COVID-19-tijden. De reden is dat wij niet in staat zijn om een fysieke viering te organiseren naar aanleiding van uw pensionering reeds een tijdje geleden. Dus bij deze korte boodschap. Zoals je ziet heb ik een aantal oude foto's letterlijk uit de doos gehaald. En deze dateert van oktober 1991, waarschijnlijk zeer in het begin van uw activiteiten hier op de onderzoeksgroep. Wel, de enige mensen die ik op deze foto herken zijn naast uzelf, Oswald uiteraard, Annick en Nasser Jedidi liever, waarvan ik en wellicht u ook nog elk jaar een mooi nieuwjaarsbericht krijg. Wel, deze foto die mocht denk ik ook niet ontbreken. Ja? Dat zijn foto van uw handen, die u allicht wel herkent, bij onze vorige gaschromatograaf om N2O te analyseren. Ja? U heeft daar ettelijke uren voor ons gespendeerd. Maar deze foto zit er niet om die reden alleen in. Hij zit er ook in omdat dit de plek is waar wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Misschien herinnert u zich dat niet meer, maar ik herinner mij dat nog als de dag van gisteren. Dat was namelijk mijn eerste werkdag op de onderzoeksgroep, ergens begin december 1992. En wel, letterlijk aan deze gaschromatograaf hebben we elkaar voor de eerste keer ontmoet. Uiteraard. Veldcampagnes waren u niet vreemd, ja? Dus een dergelijke herinnering met betrekking tot N2O-campagnes met de FAID, hè, hier in Molde, die mochten zeker ook niet ontbreken. Ja? Het toeval wil dat, wanneer ik dit filmpje nu vandaag opneem, dat wij vandaag opnieuw, eenmalig, opnieuw zijn gaan samplen bij Benoît Causé de Molde, die trouwens zijn groeten naar u zendt. Nu, deze foto, Erik, zou ik willen aangrijpen voor de aangename samenwerking die we samen hebben gehad de voorbije jaren. De zeer nuttige taken, die zeer divers waren, die u heeft uitgevoerd. Ja, u ziet hier nog een aantal bokalen staan van de incubaties om N2O te meten. Ik denk uiteraard ook aan de vele veldcampagnes, de talloze bodemsamples die door uw handen zijn gepasseerd voor ammonium- en nitraatanalyses, de radioactiviteitspractica en allerhande, tussen aanhalingstekens, kleinere activiteiten die absoluut noodzakelijk zijn om een laboratorium draaiende te houden. Deze foto herinnert u zich allicht ook nog wel. Hè, dat was ons memorabele bananenoogst met daaraan gekoppeld, ons bananenparty. Wel, ik kon geen betere foto vinden, denk ik, om de aangename collegialiteit die er in het algemeen toch altijd geweest is, om die te onderstrepen. Erik, dit is een recentere foto van de Gisium meeting in 2016. Ja. Wel, ik gebruik deze foto om te benadrukken en om te herhalen dat wij uiteraard van plan zijn geweest om u op een meer originele manier te bedanken voor bewezen diensten, namelijk door eens gezamenlijk te gaan dineren of lunchen en nog wat oude herinneringen op te halen. Wel, ja... Opnieuw, omwille van COVID-19 is dit helaas niet kunnen doorgaan. U bent daarvan op de hoogte. Maar sta mij toe te benadrukken dat vanaf het kan, en hopelijk in het voorjaar van 2021, dat wij u opnieuw zullen uitnodigen en zullen overgaan tot een heugelijke activiteit om u nog een keer eens speciaal te bedanken voor de bewezen diensten. Ondertussen hoop ik dat het goed met u gaat. U bent altijd welkom, moest u intussen tijd nog een keer uw hoofd willen laten zien bij ons,
Maar reken erop dat er nog een uitnodiging zal volgen voor een etentje later volgend jaar. Dag Erik, en het gaat u goed.